We hebben compost gemaakt. Met olifantpoep, bladeren en een beetje steentjes en een spuitje. Het was een beetje een vies taakje, maar het moest gebeuren. Het is voor de tuintjes te laten groeien. 100 miljard bacteriën per gram. Dus voor een heel groot deel is poep gewoon een bacterie. Wat meer in poep zit dan je denkt. Mijn naam is Jasper de Berger, ik werk bij het bedrijf Beide Oorsprong uit Dalfsen. Wij fermenteren de organische reststromen van dierentuin Artis. Wij beschrijven poep en ander organisch materiaal eigenlijk als goud voor de bodem. En dan gaan we eigenlijk bezig met een fermentatieproces als we die emmer afsluiten. Dit is de elephant dung. Dus een olifant produceert zo'n beetje 100 kilo op een dag. Alle organische reststromen met betrekking tot blad, met gras, al dat soort materiaal. Dat verzamelen we. Dat sprayen we laag voor laag in met effectieve micro-organismen. En die effectieve micro-organismen tezamen met toergesteente meel, die zorgen ervoor dat het product fermenteert. Nou, voordeel voor Artis is dat alle organische reststromen op deze manier binnen Artis kunnen blijven. Het eerste museum wat in 2014 opengegaan is, wat ook echt het onzichtbare leven tot leven wekt. En het dus echt levendig wordt voor een groter publiek. Hallo, ik ben Ruben Janssen. Ik ben een van de laboranten hier in Micropia. En vandaag zijn we hier om de Tour de Poep te lopen. Micropia wil bezoekers laten ervaren en ontdekken wat de microbiële wereld allemaal inhoudt. Mensen denken vaak bij microben, wat zijn dat precies nou? Alle wezentjes die wij niet kunnen zien met onze blote ogen, dus dat gaat om bacteriën, om schimmels, om algen, om kleine microdiertjes en nog meer. De bezoeker kan dus hier in Micropia zelf onder de microscoop bekijken en ontdekken wat de diversiteit aan microleven allemaal inhoudt. Hier staan we bij de bodyscan opstelling in Micropia en daar kun je ontdekken waar microben op en in jouw voorkomen. Traditioneel werd er altijd gedacht dat onze hersenen alles aansturen, ons gedrag. Maar de laatste jaren wordt bekend dat onze darmen en zelfs ook onze darmbiota ook een invloed hebben op wat voor hormonen er geproduceerd worden en dus uiteindelijk wat voor gedrag je kan je tentoonstelt. Naast het verteren van voedsel zorgen ze bijvoorbeeld voor dat wij vitamine krijgen. En sommige bacteriën kunnen zelfs bepaalde hormonen produceren. Deze poep en de samenstelling, de kleur, de vorm, zegt van alles over de poep, maar vooral ook dus over de darmbacteriën die wij allemaal bij ons dragen. We zien hier het menselijke verteringsstelsel. Poepen begint natuurlijk met het eten dat je eet. En door alle bacteriën in je maag, daarna in je dunne darm en vervolgens ook in je dikke darm wordt het allemaal omgevormd tot poep. Poep is vies en microben zijn gevaarlijk. Twee breed gedragen opvattingen die eigenlijk niet waar zijn, maar toch lastig te veranderen zijn. Nou, daar proberen wij verandering in te brengen. We proberen ook meer permanente onderdelen toe te voegen aan het museum. En dat is namelijk het verhaal over die bokashi. Hoop doet leven. En wat we hier willen laten zien is hoe microben ons in staat stellen om een kringloop rond te maken. Dus hiermee zou ik de bol willen openen en jullie allemaal willen verzoeken om uiteindelijk te kijken naar de opstelling. We gaan hierbij de nieuwe opstelling van Micropia. Deze opstelling die gaat over bokashi. Olifantenpoep is nog zo rijk aan materialen dat we dat dus nog kunnen gebruiken in de Artistuin. Veel dank dat jullie allemaal zijn en laten we nu maar lekker wat gaan drinken.